Wat een grote eer, wat een bijzonder genoegen om u vandaag hier welkom te mogen heten bij Student Inzet op School. Mooi om met u te spreken, dus ik hoor heel graag hoe het allemaal begonnen is. Een van de ideeën die er al lang leefden en sommige van de initiatieven die ons bij dit platform aangesloten zijn, die zijn ook al echt al vele jaren bezig om met studenten, bachelorstudenten op middelbare scholen te helpen in het onderwijs. We willen eigenlijk een platform waarin vrijblijvend scholieren en studenten kunnen gematcht worden voor bijlessen. En we wilden de studenten sturen naar scholen om daar te helpen bij de bettenvakken en zo de leerlingen enthousiaster te maken voor ook een bettenstudie. Op veel universiteiten waren relatief kleine projecten waarbij dat gebeurde. Vrij intensief, begeleid vanuit de leraaropleiding. Soms voor studiepunten, soms als een bijbaan. Dat was voor mij de trigger om dus verder te gaan richting onderwijs en echt specifiek beta-onderwijs. Maar ook de leerlingen kan inspireren om het vak waar ze dus nu hulp bij nodig hebben, juist weer leuk te gaan vinden. De hele project biedt toch cursus ook aan studenten, zodat ze beter didactisch kunnen zijn, toch? Het mooie is, vanuit de leraaropleiding is ontzettend veel praktische, maar ook veel theoretische en toegepaste theoretische kennis aanwezig. Dus het is ontzettend mooi om te zien dat we eigenlijk ook nu Nederland breed eigenlijk een platform hebben waarbij we studenten koppelen aan scholen, nu voor de eindexamens. Hoe krijgen we leerlingen gemotiveerd die alleen maar voor het scherm zitten? Kortom, je kunt vanuit een universiteit, vanuit een leraaropleiding, vanuit een hogeschool van een leraopleiding, kun je heel snel een crashcourse geven aan je studenten. 80 tot 100 studenten hebben die crashcourse bijgewoond. En die crashcourse is gemiddeld met ongeveer een 4,5 van de 5 beoordeeld. En ook heel veel studenten van onze organisatie die hebben aangegeven van, nou ja, het onderwijs is eigenlijk wel iets wat ik echt ontzettend interessant vind. En door die laagdrempelige manier te faciliteren, merk je ook echt dat die interesse eigenlijk best wel grootschalig is. Wat was een verrassing van dit moet ik juist niet doen bij kinderen? Vaak laat ik ook, zeker bij mijn HAVO-klassen, de leerlingen met elkaar in discussie gaan. Ik zit in een klein groepje van 4 mensen dan bij mijn economie bijles. En dan leggen we ook wel dingen aan elkaar uit. Ja, ik heb zelf al het gevoel dat als je iets kan uitleggen, dat je het dan zelf... Ja, precies. Ja, dus daarom probeer ik ze eigenlijk een soort van leraar voor elkaar te laten zijn. Bo, mag ik jou even het woord geven? Hoe is het momenteel? Vlak voor je eindexamen. De Haar Majesteit weet er alles van. Ja, ik heb in kinderen dezelfde situatie. Dus. Het is nu lekker druk. Ik heb zelf natuurkunde bijles, want daar heb ik meer moeite mee. Ik ben ook heel blij dat we nu bijles moeten krijgen, omdat het eigenlijk dus heel spannend of we wel gaan slagen, omdat we natuurlijk... wel achterstanden zijn en met natuurkunde had ik al best wel veel moeite. Wat was uw echt andere optie? Ja, dan had ik het aan mijn docent moeten vragen of aan mijn vader, die is er ook wel goed in, maar ja, die heeft natuurlijk niet altijd tijd. Wat is de hele grote ambitie? Dus nu noodsituatie, hè? Ja. Iedereen is, okay, dus iedereen is ook bezig met die eindexamens nu. Is dat zo'n student later denkt van, verdorie, ik heb toen een hele leuke crashcourse gehad, ik heb een leuke ervaring met die bijles, ik heb misschien ondersteuning aan een klein groepje gegeven. Laat ik dus een educatieve minor gaan doen. Ik wil leraar worden. Majesteit, misschien heeft u nog een laatste vraag of opmerking over studenteninzet op school. Ja, misschien ga ik echt de Maarten Boy even vragen. Wat gaan ze studeren? Ik ga zelf pedagogische wetenschappen waarschijnlijk studeren. En Marit? Ik zou graag geneeskunde willen studeren. Heel veel succes. Jullie moeten heel veel groeien. En van groeien kreeg je wel pijn, hè? Dus het is wel goed om het goed te doen. Dank u wel, Majesteit. Okay. Grote eer, dank u wel. Dank.